Hallo, welkom bij een nieuwe Sims video. Omdat ik de Sims seizoenen heb gekocht, kan ik nu een seizoen kiezen om in te spelen. En ik denk dat ik ga beginnen in de winter of zo. Geen idee. De winter. Vorige keer kon je zien dat ik hoogzwanger was. Ik zie dat al haar, dus ik ga het soms moeten terug veranderen. Omdat die mods niet zijn meegegaan. Die ik normaal niet zo erfen, dus ze zijn nu wel kaal. Dat was niet echt volledig mijn bedoeling. Ik hoop dat jullie mij gemist hebben, of toch mijn Sims video's gemist hebben. Want ik heb het wel een klein beetje gemist. Ik heb ook andere dingen gedaan hier ondertussen. Vooral gewerkt. Ik heb een job. Yay! Ik werk sinds kort in de Palingbeek tot eind september. En dat is echt heel erg fijn om te doen. En vandaag, als ik dit opneem, zijn we dinsdag. Vandaag heb ik recup omdat ik heel het weekend moet werken. Dus ik heb wel nog tijd om deze video te editen. Ja, ik ga even wel alles hier aanpassen. Ook omdat ze nu in de Sims seizoen spelen. Oei. Ik heb hier zelf geen kleurtje op de muur. Ik heb ook geen geld om er te verven. Oh, ik ga straks maar moeten slapen. Ik weet dat je net een kind hebt gekocht. Maar ja. Ik kan nog genoeg slapen. Oh, waarom doe ik dit altijd? Altijd aanpassen in plaats van plannen. Eerst even deze hotsteen fixen. Ik heb wel al enkele leuke video's bewerkt voor op Girlline, dus we zullen er zeker van blijven opkomen. En als jullie dit zien, morgen vertrek ik naar Londen. Tips en zo zijn altijd welkom. Daar eventjes een haar. Allee, een haar, een haartje, haar geven. Dat zijn de nieuwe kapsels van het seizoen. Ze staat er eigenlijk al nog niet. Of moet dat korten? Er moeten echt veel meer mama kapsels zijn. Moeilijk, moeilijk. Daar vind ik haar ook wel leuk staan. Het is nog een keer haar. Wel leuk kapselding. Maar dat past het aan bij mijn kindjes. Ik heb echt niks die erbij past. Ugh. Dan moet ik echt meer naar rossig gaan. Ik ga iets meer naar rossig gaan. Oh, jouw hoekje. En nu hun seizoenskleding. Ik
Voor jurkjes staat eigenlijk wel nog raar. Ik ben eigenlijk wel nog niet helemaal tevreden over dat kapsel. Vind ik ook wel leuk, maar het is zo raar vormgegeven. Ach, gewoon simpel. Kijk, gewoon een kersttrui mag je aan doen. Of is er een leuke uitgelegde look? Ik vind het niet zo mooi. Ugh, ook niet. Dit kan wel. Want dit vind ik eigenlijk wel nog tof uitzien. Ik ga gewoon die muts uitdoen, ik ben niet eens een fan van die muts. Of toch? Nee, geen muts. Dan mijn man. Dat vind ik echt zo'n erbij staan. Of zoiets. Ja, als geleerder is dat wel, wel tof. Ja, ik ga wel die horloge wijden. Voilà. Nog winter. Ziet er zo snobby uit. Is toch geen winteroutfit? Gewoon een leuke kersttrui. La. En zonder bril weg. Of deze. Yes. Nog voor de kindjes. Oh, zo schattig. Dit is ook zo cute, mijn geld. Eventjes. Wacht, hoe was hij verder outfit? Of toch dat andere drinkje. Dit. Sandaaltjes. Of gewoon niks als schoentjes. Of wel. Koud. Al die botjes zijn echt zo cute. Thank you.
Ik denk dat ik voor het roze ga. Misschien onder kleur mutsje. Of gewoon geen muts. Geen muts. Jij nog? Dat wil ik staan. En je jas. Kijk hoe tof van die potjes. Ik denk dat ik die potjes ga doen. Maar kijk dan. Leuk. Ach, die pakjes. Het kan een kaarsboom zijn. Misschien ga ik wel het feestoutfitje anders doen. Ja, want dat ga ik toch niet. En dit, en dan zonder kousbroekje. Toch nog een paar changes doen. Vind je dat niet tof? Ik ben dus nu al bijna een kwartier aan het opnemen en ik heb letterlijk nog niks gedaan. Oepsie! Misschien ga ik het ook gewoon bij deze kortere video houden en dan morgen of volgende week terug spelen. Ik denk dat dat wel leuk was voor jullie om te zien om de outfits te bladeren. Dus ja, ik denk dat ik dat ga doen. Even dwellen. Dan ga ik haar laten slapen. Haar ook. En haar ook. En dan morgen als iedereen terug wakker is. Kunnen we een nieuwe aflevering beginnen. Zo, dit was het dan. Voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!